Gellaert. We gaan jullie een hele unieke rondrit aanbieden. Vandaag hebben we de familie Dellaert op bezoek. Dat zijn de neven, nichten, kinderen, kleinkinderen van Jan Dellaert. Jan Dellaert, de grondlegger, de belangrijkste grondlegger van Schiphol. En we willen ze een onvergetelijke dag hier bezorgen op Schiphol. Kijken waar de roots liggen van Schiphol. Het trotse gevoel wat wij hebben met betrekking tot onze grondlegger Jan Dellaert met hun delen. Nou, dat hebben zij natuurlijk ook. En met die mensen in contact komen. Dit is de plek waar het allemaal is begonnen in 1916. De plaats op Schiphol-Oost waar Jan Dellaert directeur was. Toen in de tijd dat niemand reisde, is hij daaraan begonnen. Dat iemand uit Zeeuws-Vlaanderen, een heel klein dorpje, naar Amsterdam reisde om dit mede op te zetten. Ja, dat is wel bijzonder. Ik woon in Westdorpen, dus je hebt de Jan Dellaertstraat, de Schipholstraat. Maar op zich denk je daar eigenlijk nog niet zoveel bij na. En dat komt dan eigenlijk pas later. Ja, toch een bepaalde trots dat het familie van je is. Het is toch wel bijzonder dat je dan zo'n rondleiding krijgt en wat meer mag zien van plekken op Schiphol waar andere mensen niet komen. Mijn vader was de jongste broer van Jan Dellaert. Schiphol was eigenlijk zijn kind. Daar leefde hij helemaal voor. Dat was zijn levenswerk. Hier komen we bij een van onze brandweerposten. En omdat we natuurlijk zo'n groot terrein zijn met zoveel banen, heb je drie posten nodig. Fantastisch mooi dat er zoveel eer gebracht wordt door Schiphol aan onze oom, vind ik. Echt een hele mooie dag. Ja!